De in aanbouw zijnde brug over het Saramacca-kanaal wordt in december 2018 opgeleverd. Dit zegt Jordan Vrijde, ingenieur van ACE Consultancy. ACE Consultancy is de toezichthouder van het project en volgens Vrijde lopen de werkzaamheden vlot. Nou, eigenlijk deze werkzaamheden die zijn dus onderdeel van het Dalian 4 project. Dat is onderverdeeld in lot A en lot B. Lot A bestaat uit een gedeelte van de highway en een aantal bruggen. Op dit moment zijn we bezig met de Beekhuizenbrug. Die is eigenlijk bedoeld als hulpbrug voor de Van Hooghuisstraat. De Van Hooghuisstraatbrug die gaat ook aangepakt worden. En om het verkeer dan om te leiden, of om eigenlijk het verkeer dan wel naar de zuidzijde te krijgen of naar de noordzijde te krijgen, is dus deze brug voorloper op de werkzaamheden van Hooghuisstraat. De brug zal 255 meter lang zijn en zal een verbinding zijn tussen de Slangenhoutstraat en de Sir Winston Churchillweg. Vrijde zegt dat hij niet precies kan aangeven wat de kosten zijn. Nou, eerlijk gezegd, ik kan hier niet een exact bedrag geven, omdat het onderdeel is van het Groot Dalian 4 project. Weliswaar staat dus de kosten van, het brug, van de brug niet op zich alleen. Je hebt ook dus de wegen, aanpassing van de aansluitwegen, die ook in het project zijn vervat. Dus wat de kosten betreft, je zou eigenlijk in het totaalplaatje van Dalian 4 moeten bekijken. En volgens mij is dat bekend bij het ministerie van Openbare Werken. Jordan Vrijde, ingenieur van ACE Consultancy. Hij sprak over de brug die wordt gebouwd over het Saramacca-kanaal. De brug wordt in december 2018 opgeleverd.